Kijk, je bent nieuw bij de ploeg. Hebben we het over gehad. Eerste periode al op je eigen benen, hè, als hoofdtrainer. Je bent in een team terechtgekomen. Je werkt samen met Rob Servet bijvoorbeeld. Roda is best wel veranderd qua spelers. Ben je blij met die samenwerking? Hoe werkt dat nu met het nieuwe technische hart? En... Of ik daar blij mee ben? Ja. Sterker nog, dat is de reden dat ik hier ben. De gesprekken met Jordens Peters gehad. En later een gesprek met Jordens en met Rob en Twan van Mierlo. En dat is heel simpel. Door die mensen ben ik hier. Ja. Ja. Ja, want is het ook mede dankzij uiteraard het beleid dat dan nu lijkt veel beter te gaan, laat ik het zo zeggen. Er zit veel meer balans in de selectie. Hè. Je hebt lengte nodig, je hebt snelheid nodig, je hebt kracht nodig, je hebt techniek nodig. En een mix van dat alles zit nou in het team. En dat geeft ook de potentie voor dit seizoen, denk ik, weer. Ja. Maar wat heeft jou dan overtuigd om voor Roda te kiezen in dit beeld? Het verhaal van deze drie mensen die ik net opgenoemd heb. En het vertrouwen in elkaar. En dat was er bij mij onvoorwaardelijk. Dus daarin was de keuze niet zo lastig. Ja, maar dat verhaal, welk verhaal is dat dan? Een duidelijk en eerlijk verhaal hoe het volgens hun zou moeten hier in de toekomst. En mijn rol die daarin zou kunnen passen. Dat zeg ik, het onderlinge vertrouwen in elkaar. Dat is iets waar ik heel veel waarde aan hecht. Dat ik mensen kan vertrouwen. En dat doe ik blindelings bij deze drie. Ja, nou, dat is mooi. Want dit is voor jou natuurlijk ook een keuze. Om, als je het niet zou vertrouwen, zou je niet je hele hebben en houden naar Klimmen verhuizen. Hè? Want je kinderen gaan hier naar school en jouw vriendin woont hier weer. Ja, komt eerste schooldag vandaag, hè? Ja. Zeker. Ja, dat was een spannende dag voor ze. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel spannend is van hoe gaan die eerste weken zijn. Klopt het allemaal zoals we het besproken hebben? Of ben ik hier over een half jaar weer buiten? Zo, hè? Want dan gaat iedereen weer mee terug. Ja, nou, maar dat gevoel had ik dus absoluut niet. En weet je, uiteindelijk dan... je weet het aan de voorkant niet. Hè. Ik snap dat je dat zegt. Maar dat gevoel had ik in dit geval zeer zeker niet. En dat het dan zo uitpakt zoals nu, ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. Maar ook als wij nu één keer hadden gewonnen en twee keer verloren, was onze... weg niet anders gegaan dan dat ik nu ga. Het getuigt wel van moeite, hoor. Eerst Jordan Peters, een directeur zonder enige ervaring. Die hebben we hier ook leren kennen. Dan hebben we Robbie Servet, een technisch directeur of manager, ook zonder enige ervaring als technisch manager. Voldoende ervaring. Ja. Een debuterende hoofdtrainer. De mensen die daarboven zitten, moeten natuurlijk ook eerst die mensen aanstellen die vervolgens hem gaan aanstellen. Dus op zich is dat wel een compliment waard. Ja, de start is natuurlijk heel voortvarend. Goed, de andere kant is het zo, je mag dan, misschien had je vijf clubs waar je hoofdtrainer kon worden, maar je mag dan wel bij een traditieclub beginnen, die als 15e zijn geëindigd, die het onder de Graaf, maar vooral onder Streppel, het stadion leeg hebben gespeeld. Op zich is het wel, om op zijn kerkraads te blijven, aan een schone afsprongbasis om als debuterende hoofdtrainer, manager, technisch manager... Ik weet niet of dat goed kerkraads is, wat je nou zegt. Nou, in ieder geval verstaanbaar. Maar zeker om Jordan Peters. Ik zei hier altijd, als bij Roda rustig is, is het goed. Jordan heeft een heel jaar aan de structuur gewerkt. En als het bij MVV rustig is, vertrouw ik het nooit. Daar moet wat gebeuren. En bij Roda moet vooral stil zijn. En dat hebben ze knap gedaan. En ja, goed, als je dan zo kunt beginnen met 3 gespeeld, 9 punten... De volgende wedstrijd, die kun je ook winnen. Feitelijk, nou, dan sta je er mooi bij. Ja, zeker als je ziet dat de rest al heel veel punten verspeelt onder hun. Het is natuurlijk nog heel veel. En hij wil dat niet horen, denk ik. Maar nee, ik denk dat je als Roda echt al de eerste periode al mooie dingen kan laten zien. Laat ik het heel voorzichtig brengen. Zeg maar. Ja, ik ben er helemaal niet van. Dus ik snap dat pers en vooral supporters zo denken. Ja. Ja, ik vooral niet. Weet je, we zijn 3 wedstrijden onderweg en het zijn maar 3 wedstrijden en het gaat hartstikke mooi. Ja, maar je bent dus de enige die alles wint. Hè? Ja. Zitten in de stand, enige met 9 punten. Ja, maar ik ben ook hartstikke blij met de start en ook de manier van spelen. En ook wel wat belangrijk is bij Roda, de manier waarop. Dus niet alleen goed voetbal, maar ook onverzettelijkheid. Dus ik zou liegen als ik niet hartstikke tevreden ben. Alleen, het zijn nog maar 3 wedstrijden. Ja, dat is waar. Er gaan ook wel moeilijke momenten komen ook waarschijnlijk.